In welk gatje moet hij? Die bocht is echt wel moeilijk. Een pot choco. Ik hoor dat erop zo, toch? Hey, ik ben Wim, jouw Easy Kid coach. Welkom bij de Easy Kid Challenges. Drie topatleten nemen het tegen elkaar op in drie verschillende challenges. Onze atleten zijn Matthias Kassen, Hanna Klaas en Alexander Hendricks. Onze atleten doen dit om ter snelst en ze mogen mijn hulp altijd inschakelen. Let's go! Challenge 1. Niet zo moeilijk. Vloerwarming plaatsen. Mooi de buizen ertussen leggen. Afwerken en aansluiten aan de collector. Vloerverwarming. Voor alles is het de eerste keer, dus ik hoop dat het goed gaat gaan. Vloerverwarming. Dat zal wel lukken. Dat wil ik ook wel hebben in mijn huis. 3, 2, 1, go! Slimme zet van eerst een boekje verkeerd bij te nemen en eerst eens even snel te zien wat dat hem juist moet doen. Bij die vloerverwarming in het begin was ik eerst met mijn handen dat heel kort aan het induwen en dan dacht ik dat het toch vlotter ging gaan met mijn voeten. Man, maar hij vliegt erdoor. De bochten zijn toch wel wat moeilijk. Trek erin vliegen. Het valt wel op dat het een power girl is. Die bochten zijn echt wel moeilijk. Ja, normaal zijn mijn bochten eigenlijk heel goed in het lopen, maar ja, het lopen is natuurlijk niet hetzelfde als op vloerverwarming liggen. Van de Matthias heb ik grote verwachtingen voor vloerverwarming. Die is gewoon van op een mat te zitten. Hè. Goed vooruit, goed vooruit. Zoals verwacht. Je ziet, zwarte band. Ik hoop alleen dat de vloerwarmingsbuis niet wurgt. Mijn tactiek is gewoon dat erin proppen en straks zullen we zien. Ik heb het gevoel dat dit nog niet moeilijk is. Een stukje afknippen nu zeker. Nu moet hem zien dat hem zijn buis juist op maat afsnijdt en mooi waterdicht afsluiten. Voilà. Ik denk niet dat ze mij gaan nodig hebben. Ze is goed bezig. Doe me in welke moet hij nu? In deze zeker? Coach! Yes! In welk gatje moet hij? In welke aansluiting? We hebben onze aansluiting van boven gemaakt op de rechtse. Dat vertrekt, dus we moeten ook op de rechtse onderaan terug toekomen. Nu het moeilijkste stukje eigenlijk, het aansluiten van die buis. Dan redelijk precisiewerk. Wacht hè, links. Lefty, loosey, righty, tidy. Ja, lefty, loosey, righty, tidy. En dus op die manier kan ik dan weten naar welke kant ik moet draaien. Uiteindelijk was ik het nog naar de verkeerde kant aan het draaien, maar normaal gezien werkt dat wel. Gaat het precisie worden of brute kracht? De vloerverwarming ging vlot. Alleen ik kreeg het dingetje niet op de draad. En dan begin je te twijfelen van, ben ik naar de juiste kant aan het draaien of niet? Allee jongens, dan maak ik een pot choco. Ik draai dat erop zo toch? Omdat ik zo lang al aan het proberen was om die erop te draaien, was ik bij mezelf aan het denken van, hoe draai je een pot choco erop? Want dat deksel moet ook kijken van, zo is het erop, zo is het eraf. Dat was daar een beetje mijn denkwijze. Ja, hij is erop. Ze is de korte even geknipt. Te lang. Die heeft hem ook ontdekt dat hij zijn leiding iets te lang gelaten heeft. En nu is hij ze op maat aan het maken. Komt hij al los? Ik kwam bij buizen los. Ik denk dat door het iets te snel te willen doen, daardoor de details fout heb gedaan. Ja, finished. Klaar. Voilà, klaar. Denk ik. Ik ben er aan het zweten. Challenge 1. Vloerwarming plaatsen. Matthias veegde hier duidelijk de vloer aan met Hanna en Alexander. Hij gaat als leider naar challenge 2.